leuke van wat we nu met Business Intelligence doen, is het feit dat wat we met BI doen is, we haken in op verschillende bronsystemen. En in bepaalde gevallen kan het zijn dat je data moet gaan extraheren uit bronsystemen die van andere leveranciers komen. Het mooie, de unieke kans die wij hier hebben, is dat wij de systemen waarover wij BI bouwen, dat het ook systemen zijn die wij in huis maken. Voor de Belastingdienst is Nederland, daar zijn we echt bezig met een heel grootschalig data warehouse. Daar wordt dat nu geschat op een doorlooptijd van ongeveer 1,5 jaar. Waarbij we inderdaad alle systemen bijna van de primaire systemen van de Belastingdienst gaan ontsluiten. Dus ook systemen van de douane die we daarbij gaan pakken. Dat als iemand twee containers met nieuwe auto's wil importeren. Hoe dat momenteel misschien gaat, aangezien die informatie niet aan elkaar gekoppeld is. Is het zo dat die meneer die gewoon kan importeren terwijl hij misschien een hele grote openstaande schuld heeft bij de belasting. Maar nu dat we die informatie aan het koppelen zijn, zal er een stokje voor gestoken worden. Zal er gezegd worden van ja, die twee auto's die kun je pas importeren als je ook die openstaande schuld voldaan hebt. Binnen Bearing Point hier hebben we eigenlijk heel veel ruimte voor ontwikkeling. We zijn natuurlijk vorig jaar naar de PaaS Business Analytics Conference geweest in San Francisco. Heel erg interessant. Daar krijg je echt de kans om te spreken met hele bekende mensen in de BI-wereld en de analytics hoek. En dan heb je ook de mogelijkheden om echt met die mensen te gaan zitten in kleine sessies om met dingen uit te dragen en problemen voor te leggen die jij tegenkomt in dagelijks werk. Dus dat is super mooi dat je die kans krijgt om ook in het buitenland je kennis verder uit te komen. Een nieuwe persoon waar wij naar zoeken, om ons te ondersteunen als BI-team. Het is iemand die innovatief moet zijn, dus open staat om te werken met nieuwe technologieën en niet vies is van het exploreren van nieuwe mogelijkheden die op de markt komen. Het moet iemand zijn die analytisch erg sterk is, want je gaat ook naar klanten toe, je gaat met klanten praten, aanhoren wat zij denken, wat de informatiebehoefte is. En op basis daarvan bepaalde datamodellen uitdenken. En ook iemand die niet bang is om de diepte in te gaan. Zeker met die analyse-trajecten, waarin je moet gaan analyseren hoe je bepaalde data uit verschillende bronnen aan elkaar moet gaan koppelen. Dat kunnen best diepgaande analyses zijn waarbij je echt de diepte in moet duiken.